Het wordt een bewolkte dag met af en toe wat ruimte voor de zon. Niet warmer dan 9 graden. Goedemorgen, dit is het TV West Nieuws van maandag 12 november. Ik ben Sander Knoera. De voormalig penningmeester van het Quality of Life Gala in Noordwijk zegt dat hij fout heeft gehandeld in de zaak van het frauderende bestuurslid Erwin de K. Patrick van Zuiden, restauranthouder in Rijswijk, wist dat de oud-bestuurder 6 ton in eigen zak stak, maar zweeg daarover. Met chique benefietgala's wordt jarenlang miljoenen opgehaald voor doodzieke kankerpatiëntjes. De bijeenkomsten in hotels van Oranje in Noordwijk worden georganiseerd door de stichting Quality of Life Gala. Nu blijkt een voormalig bestuurslid, Erwin de K., structureel opbrengsten van de avonden te hebben weggesluist naar eigen rekeningen. Patrick van Zuiden is jarenlang penningmeester van de stichting. Hij krijgt op een dag van Erwin de K. te horen dat deze geld heeft achtergehouden. Hij spreekt af dat het bevriende bestuurslid het geld terugstort, maar ligt het bestuur niet in over de zaak. Ik vond het niet nodig om hem persoonlijk, nu denk ik er anders over, maar dat kun je iets bij voorstellen. Maar op dat moment vond ik het niet nodig om hem verder kapot te maken. Het doel was, joh, je hebt iets genomen waar je geen recht op hebt, terug. Maar Erwin de K. gaat gewoon door met geld doorsluizen naar eigen rekeningen. Totaal voor een bedrag van 6 ton. En dus nu achteraf tegen mij zegt, joh, je had moeten controleren. Je had het moeten melden. Allemaal gelijk. Allemaal waar. Maar? Niet gedaan. Mens. Gewoon een mens. Niet van, ik ga die man even verrijken. Erg als ik hem morgen tegenkom, sla ik hem op zijn bek. Het bedrag is inmiddels door Erwin de K. weer teruggestort op de rekening van Quality of Life Gala. De stichting heeft aangifte gedaan bij de politie. Ja, een ex-bestuurslid Erwin de K. was ook financieel directeur bij een cosmetica-bedrijf in Amsterdam. En daar heeft hij ook zo'n 1 miljoen euro weggesluist. Het bedrijf denkt dat het geld gebruikt is om het gat bij het Quality of Life Gala op te vullen. Er is inmiddels aangifte tegen hem gedaan. Hij is op staande voet ontslagen, maar het bedrijf heeft nog niks teruggezien van de 1 miljoen euro. Bij een aanrijding in Monster zijn gisteren 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Schravenzandse weg. 2 auto's botsten frontaal op elkaar. Op de plek van het ongeluk wordt aan de weg gewerkt. Het is niet duidelijk of de werkzaamheden iets met het ongeluk te maken hebben. De bestuurder van een van de auto's en de bijrijder van de andere moesten naar het ziekenhuis. De weg was na het ongeluk enige tijd afgesloten. Hoe het met de gewonden is, is niet duidelijk. De Rooms-Katholieken noemen het Sint Maarten. En bij de Hindoestanen heet het Diwali. In de volksmond beter bekend als het Lichtjesfeest. En dat werd dit weekend groots gevierd in de Haagse binnenstad. Enkele honderden Hindoestanen verzamelen zich zondagavond op het Spuitplein in Den Haag. Diwali is een van de belangrijkste hindoefeesten. Hoogtepunt van de viering is de fakkeloptocht. De lichtjes staan symbool voor de overwinning van het licht op de duisternis. Wat betekent Diwali voor u? Diwali betekent dat ze vrede maken. Dus de kwade beschermt de goede. De goede maakt de kwade dood. Hoewel natuurlijk iedereen van harte welkom is, zijn het voornamelijk Hindoestanen die meelopen. Ik heb wel een Hindoestaanse vrouw en 3,5 Hindoestaanse kinderen eigenlijk, 3 dochters. En wat betekent Diwali dan voor u? Dat is het lichtjesfeest. En het betekent in feite het begin van de winter. De optocht wordt afgesloten met het ontsteken van deze dia's, waarmee de overwinning van het goed op het kwaad wordt gevierd. Flink verzwakt en gewond spoelde zeeschildpad Flip eind december vorig jaar aan op de kust van Monster. Sea Life in Scheveningen verzorgde het dier 10 maanden lang. Maar nu ze weer op krachten gekomen is, werd het tijd om haar vrij te laten in haar natuurlijke omgeving in de Golf van Mexico. En het werd een emotioneel afscheid. Het is een hele spannende dag om er vandaag vrij te laten. Het is apart omdat je een jaar voor haar hebt gezorgd en dat nu er echt gaat uitzetten. Maar wel een hele mooie dag. En het is fijn dat we er in ieder geval hopelijk de eerste maand kunnen volgen met de zender. Zodat we in ieder geval weten dat ze goed lekker de zee in gaat. En dat ze in ieder geval de weg vindt. En dat is een goed gevoel. Het is heel belangrijk om te weten dat als de dieren bij ons aanspoelen, dat ze ook hier zo ontzettend goed worden opgevangen. En dat het zoveel uitmaakt dat wij ze dus opvangen. En dat de mensen hier ermee verder gaan. En dat ze hier allemaal zo dankbaar zijn voor de schildpadden. Die voor de bevolking hier zo ontzettend belangrijk zijn. Dus dat is heel mooi om te zien. Het leven van de Haagse muzikant Andy Tielman wordt verfilmd. De grondlegger van de Indo-rock overleed vorig jaar op 75-jarige leeftijd aan maagkanker.
Tielman was zanger en gitarist van de Tielman Brothers, een Nederlandse rockband met de roots in Indonesië. De film, die door een Rotterdamse producent wordt gemaakt, gaat over het grillige leven van de leadzanger en de invloed van Tielman als rockpionier op de artiesten van nu. De musical Soldaat van Oranje op het vroege vliegkamp Valkenburg is de langstlopende Nederlandse theaterproductie ooit. De uitverkochte 713e voorstelling van zaterdag brak het oude record van Siske de Rat. De musical loopt al 2 jaar langer in een hangar die is omgebouwd tot theater. Meer dan 780.000 mensen hebben de voorstelling inmiddels gezien. Bij ADO Den Haag kunnen nu ook slechtziende fans extra genieten van de sfeer in het stadion. Dit weekend opende de club samen met Omroep West de zogeheten blinde tribune. Mensen met slecht zicht kunnen daar luisteren naar het liveverslag van Radio West. ADO AZ was de eerste wedstrijd waarbij de tribune officieel in gebruik werd genomen. Aan de overkant wordt hier in het Kyocera Stadion de blinde tribune geopend. Als dit er niet zou zijn, ja, dan denk je, ik zit er maar en ik weet niet wat er gebeurt, dus ga ik er ook niet heen. De bal rolt, Bossen heeft gefloten, balbezit voor ADO Den Haag. Direct zoeken naar Josie Eltidoor, verlengt de bal. Ik probeer tot zover dat mogelijk is met het verplaatsen in de mensen met een visuele handicap op de tribune. Om een verslag te maken voor het AD. Net was er een vrije trap op randje 16. En dan wil ik eigenlijk heel graag kijken hoe het ging, maar ik heb me beheerst. Ik heb hem niet afgedaan. Als er een doelpunt is of er is heel groot gevaar, dan ga je al niet meer naar de oordopjes luisteren, maar dan luister je meer naar het publiek eigenlijk. Dan wordt het al aangetoond of het een doelpunt gaat worden, ja. Ik ben wel echt ontzettend benieuwd hoe jij dit nou ervaart. Dat kunnen wij echt niet weten, hè? Mensen die gewoon kunnen zien. Nee, ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Je kan wel even een kapje voordoen. Dan doe ik even dat oortje bij de microfoon. Dan kun je het even proberen. Dus ook over de penalties. Heeft laten zien dat hij koelbloedig is. Heeft al een aantal maal gescoord dit seizoen vanuit de penalty. Neemt nu de aanloop. Holla en het schot. Esteban raakt hem nog. Maar hij zit erin. Kijken we tot slot nog even in de kranten van vandaag. In alle ochtendkranten aandacht voor de Nederlandse varkstrijdster Tanja Nijmeijer. Het AD schrijft over een radio-interview dat gisteren werd uitgezonden met de Twentse. En daarin geeft zij toe dat ze meerdere aanslagen heeft gepleegd. Maar volgens Nijmeijer vielen daarbij nooit slachtoffers. In de Telegraaf een verhaal over de doorbraak bij de behandeling van de ziekte reuma. Door het inbrengen van een chip kan de ziekte nu bestreden worden zonder medicijnen, schrijft de krant. Het apparaat wordt ingebracht in de hals en geeft net als een pacemaker elektrische signalen af. Bij een van de patiënten waarbij het apparaat werd ingebracht was de ziekte zelfs zo goed als verdwenen. Tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws vindt u op onze website omroepwest.nl. Natuurlijk zijn we ook de hele dag te volgen via 89.3 Radio West. Voor nu wens ik u een hele fijne dag.